ja, hoi Naomi. Wij hadden al, met elkaar hadden we al een aantal dingetjes besproken. We hebben van tevoren al besproken en we hadden een aantal keuzes hadden we ingezet. Ja. Nou, die had ik nu net even met je doorgenomen. Ik wil dat nog een keertje met je bespreken. Of dat duidelijk of niet duidelijk is. Ja. Nou, we hebben met name, zijn een aantal keuzes die wij met name bij de lippen inzetten. Dat is onder andere bijvoorbeeld Princess Voyum of Theogel RH3 of Volbella. Ik zelf denk dat Princess Voyum waarschijnlijk voor jou de beste is. Waarom denk ik dat? Nou, ten eerste, je zegt dat je het wat een beetje naar binnen krult. En de Princess Voyum is een iets steviger middel, waardoor die ook wat, wat meer vorm geeft eigenlijk aan die lippen, zodat dat inkrullen veel minder zal zijn. Okay. Ja? Ja. Daarnaast, en dat speelt natuurlijk ook gewoon een beetje mee, het is gewoon een hele filler die een hele goede prijs-kwaliteitverhouding heeft. En ja, ik denk gewoon dus dat misschien dat 1 cc dat waarschijnlijk al een goed resultaat zijn, maar het kan ook nog eens een keertje een tweede cc zou mogelijk zijn. En dan dat is ook gewoon prettig. Okay. En, maar het belangrijkste aspect is nu voor jou dat gezien het feit is dat het naar binnen krult, is dat we iets meer stevigheid bij de lippen moeten hebben. Dus daarom kies ik daarvoor. Ja, helemaal goed. Ja? Ja. Prima. Het verschil tussen de bovenlip en de onderlip is vrij groot. Dus je ziet dat daar niet een duidelijk harmonisch geheel in zit. Maar inderdaad, als je lacht, lach is, ja, dan zie je dat dat heel duidelijk naar beneden gaat. Dus wat je probeert te doen, is je probeert inderdaad deze krul ietsjes meer te zetten. En daar ook meer te zetten. En eigenlijk dat hele gebied iets dikker te maken, waardoor die wat minder naar binnen krult. Mag je nog even lachen? Lach, lach, lach. Ja. En daarnaast speelt het ook nog een beetje mee, dus dat deze relatief wat langer is. Dus je kan door die vulling krijg je hem ook wat ietsjes vlotter. Zouden wat blauwe plekjes en wat rood uitkomen kunnen komen, ja. Dat heb je ook gekregen. Beetje... Ja, precies. Ongeveer houdt ongeveer 6 tot 9 na de eerste behandeling en 9 tot 12 maanden na eerdere behandelingen zijn geweest. En eigenlijk wat je hoeft te doen is de eerste 6 tot 8 uur na de behandeling geen make-up of crèmes gebruiken. De eerste 24 uur te sporten, sauna te bezoeken, behandelingen te ondergaan waar sprake is van infrarood.